Hello. Yeah. Jordan, yeah, yeah. Careful with the last 10 days because all days is dangerous. And I smoke in the stairs. It's coming over. This is good preparation for you, for the welcome. Can we do it? Yeah. I need to drink it off first. It's for me. It's for me. Van België, van Lotto dus, gedragen door Marcel Kiedel, man van Argosauer, de zwarte trui voor de meeste strijders, de man met de big smile, Laurens de Vreese van Topsport Vlaanderen, en Tom Bohne is de man van Eneco, is de man in de leiderstrui. En hij zegt tegen Balan, je hebt geen kans vandaag, Alessandro. Voor de start van de neutralisatie zijn. En aan 5 kilometer komt meneer Wiskaar met het hele mooie peloton hier weer terug. Dus blijf hier even wachten tot de mannen zich gaan melden. Ferdy van der Houten is de chauffeur van Ron Wiskaar. En hij gaat natuurlijk zo dadelijk zijn auto in beweging zetten. Maar gekomen bent hier een drukte van belang in de gemeente Woensdrecht. 15 seconden nog voor het vertrek. 15 seconden opgelet. We gaan alles in gerend en brengen. Fijn toezicht. I'm ready. En we gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn weer. Go, go, go. Ze komen terug over 5 kilometer. Dat is het einde neutralisatie. Dan hebben we hier het 0 kilometer bord. Daar gaat ook Alberto Contador. Hij zegt, we hebben toch mooie producten gekregen van de Brabantse Wal. En we gaan hier straks ook een feestje bouwen hier in Hoogrijden. Op welk plein moet ik zijn? Op het Burgerplein. Het is Alberto Zalig doorkomen. En het is hier afgerond en dan kunnen we allemaal uiteraard op van de Burgerplein. En daarna naar Café de Boulevard, naar het museum. Juist. Dus van de Meulenplein voor een stripje voor de heerlijk gezond ook allemaal. En natuurlijk gaan we naar het museum kijken, de boulevard, onder andere de fiets van René Pijn en andere prachtige dingen hier. Kijk, het is Herman Brinkhoff en die zegt dat we aan de geneutraliseerde ronde zijn begonnen. Echtgenoot is bij u, een van de leukste oma's die ik in mijn leven ooit heb ontmoet. Meneer Brinkhoff, mooi stukje door Zeeland namelijk. Ja, de eerste weg Brabant, dat weet je ook hoor. We gaan eerst door de gemeente rijden en dan gaan we straks richting Amsterdam. Daar hebben we de eerste bonustrip. Ja, dat is de helft van het vakantiepark Hogeboom. De helft van het vakantiepark van Hogeboom op de Oesterdam. Ik loop al een paar jaar mee, maar het is voor mij de eerste keer dat ik in Kooijen op de Oesterdam kom. En dat was er wel heel bijzonder met het uitzetten. Hoe je dan tussen het water doorrijdt, links en rechts. Dat echt als Zeeuwse trots kunt zien. Net zoals een maandag door de echt door de Delta werken. Jury 3 die hier doorkomt.
En dan komt daar het peloton, afgegaan door de koersdirecteur Rob Niska. Hier is kilometer 0. Hier wordt vandaag de rode vlag naar binnen gehaald. En hier gaat de wedstrijd beginnen. En hier komt het applaus. Doei, 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 allemaal. Doei, doei, doei. Succes hier vanuit Woensdrecht. We zijn nu hier op de Radio Tour Service Medical. De ploegleiders ook allemaal met Omega Pharma Quickstep. Daar gaat de Radio Chef Nissan. Daar gaat de Oinka Greenwich. Topsport Vlaanderen Mercato. Katusha, de tweede wagen van Omega Pharma Quickstep. De Rabobank komt hier voorbij. De volgende juryauto met Luc Herpeling van kanselij DCM. Met Hidea van der Schuren. Moni Stijlik Ligas. Garmin Sheriff komt hier voorbij. Ook Skyteam van Steven de Jong. Dan komt de NGC Big Red Saxo Bank. Met Bjarne Ries erbij. Astana hier. Lotto Pedisol. Lampre ISE. En zo trekt hier de hele caravan voorbij. Beste mensen, hier in het